Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Zoals deze ook heet, voorbereide Elektra. Vandaar dat ik hier zit naast de Elektra die we aangelegd hebben. Dus dit is de basis. Dus ja, we hebben wat kabeltjes getrokken. Wat inbouwdozen geplaatst. Zijn met de oude meterkast bezig geweest. We zijn buiten bezig geweest. Alles in het kader van niet tillen, geen zware apparaten, geen kruiwagens. Geen balk uit de grond halen, et cetera. Rustig aan. Nog een paar dagen, dan zitten 2 weken erop dat ik niet mag tillen. Discussie af en toe is een beetje van, als ik met 2 stenen loop, is dat tillen. Maar goed, een steen in 1 hand, steen in de andere hand, 2 stenen. Ja. Wat zou ik zeggen, ik heb er op dit moment geen last van, maar je weet natuurlijk nooit of dat in de toekomst nog een negatief effect heeft. Verder gaat alles goed. Qua de operatie betreft. Dus een paar dagen gaat het de wondjes jeukten. Nou ja, dat betekent dat het aan het herstellen is. Ik kan nog niet zien dat de hechtingen die vanzelf eruit gaan, dat die al echt weg zijn. En hier en daar voelt het nog een beetje dik aan, maar ja, dus, maar dat schijnt allemaal normaal te zijn. Dus ja, ik denk helemaal toppie-joppie. Dus ja, ook qua dit werk, het is eventjes, was even wennen om even rustig aan te doen. Maar goed, je gaat het allemaal zien in de timelapses, of in de vlog eigenlijk moet ik zeggen, met timelapses. En ja, dan zou ik zeggen van duimpje. Subscribe to YouTube als je dat nog niet gedaan hebt. Dan ben je wekelijks op de hoogte. En zoals gebruikelijk, iedere zondag om 8 uur. Doei doei, veel kijkplezier. Goedemorgen, het is weer vroeg, nou ja, vroeg. Het is 7 graden en we gaan maar eens met de opname van de nieuwe weekvlog beginnen. Zoals jullie weten, afgelopen week ben ik geopereerd aan mijn liesbreuk en mag ik 2 weken niet tillen. Geen zware apparaten, et cetera. Sorry. Maar we proberen toch wel wat te doen. Afgelopen dagen hier en daar een stukje onkruid weggestoken. Maar niet met de scheppen, lopen wrikken en zo, want dat heeft natuurlijk weer druk. Ja, gewoon lichte werkzaamheden. Grasprietjes knippen bijvoorbeeld is een van de dingen. Vandaag, ik ga eventjes hier aan de westkant. Dus daar waar de laatste keer de underlayment erbovenop gedaan hebben. En daar ga ik even vegen, rustig aan. Schotje weghalen, elektra voorbereiden. Dat zijn de dingen ja, die ik nu plan, dat ga je wel zien. En wat ik nog meer doe, later in de week denk ik, is de verwachting dat ik dan wel met een MSC cement kan gaan lopen en zo. Dus
Maar eens even kijken wat deze week brengt. Ik heb geen hulp dit weekend. Dus we doen het met z'n tweetjes. Of alleen. Ja, laat ik maar even naar binnen gaan en dan gaan we eens beginnen. Je ziet het wel. Doei! Goedemorgen, de zon schijnt behoorlijk eventjes, gaat zo meteen wel weer weg. Vanochtend maar 3 graden, is vrij koud, komende nacht zal het wel iets beter worden. We hebben hier ook nog hier een trappetje gemaakt, ik kom vanaf deze kant ook daar naartoe.
Pak even de camera. Even het overzicht. Dus daar links staan de zonnepanelen. Daar de banden waar de honden op kunnen klimmen, maar waar ik ook op kan zitten. Want ik zit vaak op dat hoekje daar zo van de band. Daar gaan we nu even naartoe. Ik heb hier dus een paadje, een trappetje gemaakt. Wat steiler dan de andere. Anders kwam er voor de huisjes niet uit. Dus, ja. Kijk, en dan kan ik hier op het randje zitten. Dus dat doe ik heel vaak. Nou, en dan hebben we hier een paar steentjes neergelegd. Nou, dan leg ik mijn voetjes op. Hier weer een ongedierte torentje gemaakt, trappetje gemaakt. Dus daarachter. Daar zo, daar groeit de majolijn. Er staan er nog, ik geloof dat ik er 10 heb of zo. Dus, ja. En dan heb ik zo'n beetje dit uitzicht. Ja, dat is toch lekker zitten hier zo. Zit ruim boven de zonnepanelen. Dus, lekker stekje om te zitten zo. Goed, we gaan naar binnen. Gisteren, en dat heb je de timelapses gezien, ik had voorbereidingen voor de Lectra gedaan. Gisteravond is geen timelapse van gemaakt. Heb ik al één draad van een rechter stopcontact heb ik al getrokken. Ja, vandaag gaan we er weer eentje doen. Dus ja, ik loop even naar binnen en dan zien we hem nog vanzelf alweer. Doei, doei!
Goedemorgen. Het is weer een dagje later. Zoals je in de timelapse hebt kunnen zien, hebben we gisteren toch nog wel het een en ander aangesloten. Ik neem jullie even mee erlangs. Zo, we lopen maar eventjes in volgorde. Hier is dus de linkerkant van de woonkamer. Komt hij in en intern wordt hij naar de tweede doorverbonden. Natuurlijk zoals de meeste zo zijn. Hier liggen mijn installatiedraden nog. Dit is het midden. Hier ligt nog de doos van de UTP. Je ziet met twee draden is hij er doorheen geraden. Dit is de draad die uit de meterkast komt. Dit is degene die naar rechts gaat, omdat hij hier met een lus loopt. Rechts ligt links en links, waar we net waren, ligt rechts. Dus voor de makkelijkheid. Dit soort aansluitingen. Je kan in de stopcontacten inbouw. Kun je doorverbinden. Je hebt er twee aansluitingen. Eigenlijk heb ik er drie nodig. Want als ik hier in het midden kom en ik wil daar ook een stopcontact in maken. Ja, dan moet ik naar één kant toe. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Als ik naar twee kanten moet. Dus die middelste, dat zal waarschijnlijk een dichte doos worden. Waar ik dan de draden splits, zeg maar, met de ja, met de wagootjes. De UTP ligt hier nog, maar dat komt zo meteen. Omdat ik dat even in de meterkast nog wil tonen. En waar je geen tablet van gezien hebt, dat is deze. Die hier getrokken is. Dat is deze kant. Dat is wat we nodig hebben in deze kant van de woonkamer. Hier is de meterkast. Hij komt daar rechts een buisje. Daar komt de elektra naar de woonkamer toe. En in dit buisje zit de dubbele UTP. Waarom heb ik de UTP daar nog niet afgeknipt? Is omdat ik hier nog even moet bedenken. Hoe dat ik hier de UTP naar de andere kant doe. Ik denk dat ik hier achterlangs ga. En daar naartoe ga. Want ik heb hier ook nog UTP liggen naar het stookhok. Naar de toekomstige kapschuur. Naar de caravan. En die moeten eigenlijk allemaal hier naartoe. En die wil ik eigenlijk hier tegen de muur aanbouwen. Want dit wordt, zeg maar, de UTP-kast en de voorraadkast. Kan natuurlijk ook allemaal in dit deel, maar ja, we hebben ervoor. Dit is de oude meterkast en we hebben de nieuwe meterkast er in feite tegenaan gezet. Het leek me handiger om in dit deel dan UTP te doen. Dus mijn bedoeling is om hem horizontaal onderlangs naar links te brengen en dan omhoog. En hier komen dan alle pets elementen. En hij gaat dan iets hoger liggen. Dus wat ik. Maar ik moet even kijken hoeveel draad ik nodig heb. Van de UTP. Om dat te doen. Als dat is hoe dat ik het wil gaan doen. Maar ik ga eerst even de meterkast updaten. Kijk, hier zit vanuit de oude meterkast nog een balk. Die wil ik niet weghalen. Dus deze, die wil ik aan die kant ook nog doen, zo'n balk.
maken we hier een achterplaat op. Dan is dat mooi recht. Dat is dat denk ik wel gaan doen. En dan ga ik verder met het aansluiten. En dan zal ik alweer bij jullie terugkomen. Nou, eens even kijken wat ik hier allemaal kan verhapstukken. En dan hoor je me weer. Doei doei!
Goedemiddag. We gaan een einde aan deze vlog maken. Tenminste, voor deze week. De rest komt dan wel weer later ergens genoteerd. Meterkast. Daar is waar ik nu sta en waar ik bezig ben. Ik draai hem even om. Zo. Ik kan hier helemaal door staan, want er liggen hier nog heel veel spullen. En nu gooi ik ook allerlei spullen om. Au! Ah, nou, ja, weer. Achterwandjes erin gemaakt, zoals ik verteld had. Ik heb plankjes gemaakt. Laat ik nu even een paar foto's van zien. Daar heb ik de spullen opgezet. Het bovenste
is de 4G modem die ik van KPN gehad heb, omdat we hier nog steeds geen glasvezel hebben en omdat we in het buitengebied zitten, om toch als ondersteuning van de standaard koperverbinding van de KPN. Daaronder staat de Xperia box van de KPN. Elektra en verbindingen lopen allemaal via het openingetje wat je net in de plankjes gezien hebt aan de achterkant. Dat is ongeveer 3,5 centimeter vanaf de achterboord. Dus er is ruimte genoeg mocht ik ooit in de toekomst nog met een pijp of wat dan ook met verbindingen van boven naar beneden willen. En dan hier hebben we de switch. Ik heb een 24 kanaal switch moeten zijn. Ja, 24 kanaals. 1, 2, 3, 4, pop, 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 23, 24. Dat moet voldoende zijn voor wat hier vanaf bediend wordt. Het zit nu nog lang niet vol natuurlijk. We hadden uit het vorige huis, want hierachter, uit het vorige huis, de vorige indeling van de boerderij was daarachter, was een inloopkast in de slaapkamer die hierachter komt en was en wat nu onze badkamer wordt. Dus al die railsjes die heb ik weer gebruikt, of al, ik heb er 4 gebruikt, 2 heb ik er hier. De rest moet ik nog indelen. En 2 heb ik er in deze. Daar heb ik voorlopig eventjes een tafeltje even gemaakt. En ik heb de oude steunen van 40 die natuurlijk te dik zijn, want ik kan hier maar 30 in kwijt. Heb ik even een plankje gemaakt op 40. Ter voorbereiding van de Elektra, of eigenlijk ter voorbereiding van de UTP, zoals je nog weet, eerder in de vlog, zijn dit de UTP's van de woonkamer, die komen hier beneden. Ik heb nu net afgemaakt dit rails hierachter, even een afstandhoudertje zodat ik over deze aanvoerleiding heen kan van links naar rechts. Het is maar 18 mm of 19 mm, dus maar het plankje is 18. Het zit een vrij stugge kabel natuurlijk, dus hij moet wel helemaal naar achteren geduwd zijn. Maar hij zit aan de onderkant niet helemaal naar achteren toe, dus er zit een klein knikje in. Maar goed. Zoals jullie ook gezien hebben, hebben we aan die kant een doorvoer en aan die kant een doorvoer. En dat is uiteindelijk om deze en deze twee UTP-leidingen die van buiten komen, staakerven, stookhok en de kapschuur, tenminste de locatie van de kapschuur, daar staat nu het tuinhuisje, die komen allemaal daar vandaan en die gaan dan door dat gat, via die buis, naar deze kant, gaat hij omhoog. En kom je uiteindelijk hier in deze switch terecht. Ja, ik ben nog niet klaar. Wat je net ook nog gezien hebt, is dat ik ter voorbereiding, want ik had dit materiaal ervan nodig, had ik het oude elektrabord van de Okkiestraat, Almere, heb ik gedemonteerd. Hier staat nog een restantje, daar heb ik 2 strookjes afgehaald voor die achterkant. Hier ligt het elektramateriaal. Dat moet allemaal nog in die meterkast en in de oude meterkast. Zodat al die, verlengdozen, tijdelijke verlengdozen, dat die verleden tijd zijn en dat ik keurig netjes in de meterkast aansluiting verbonden zit. Wel een mooi spul vind ik trouwens, dat we dat daar ooit gekocht hebben. Was natuurlijk ook met elektricien, nu doen we een heleboel zelf. Onderplaatje met 2 stelringetjes erin,
Dit is het afdekdoosje. En dit zijn de contacten zelf. Ja, ik vond het toch nog wel een mooi spul. Ik dacht eerst dat ik van die lelijke vierkante 4x4 stopcontacten had. Maar nou, deze vind ik mooi. Zo, op deze manier. Is ook makkelijker om erin te doen dan als je een dingetje van 4 hebt. Tenminste, als je de twee boven elkaar doet, dan zit het in de weg. Nu moet ik even kijken. Ik heb er 6, dus ik heb 12 stopcontacten. Moet even kijken hoeveel ik nodig heb en ik wil nog wat reserve hebben. Loop ik nu even naar buiten en dan laat ik je daar even zien wat we daar gedaan hebben. Zo, we zijn even gesprongen naar de tuin. Naar de heuvels. Dit hebben jullie al gezien. De plantjes aan de beide kanten. Die staan zo meteen op het eind als de beplanting van de week. Granium / ooievaarsbek. Wat ik hier nog wilde laten zien is, want dit trappetje hebben jullie al gezien. Dit hebben jullie hier al gezien, het zit gedeelte. We hebben nu ook hier een trappetje gemaakt. Want als je hier om die boom heen moet, dan is dat best wel lastig. Zo. Camera vertonen. En dan kunnen we hier makkelijk hier omhoog lopen. Want dit hondenpaadje, daar kunnen we natuurlijk niet om met deze boom. Dus nou kunnen we hier toch nog erlangs. Kunnen we op deze manier lopen. Jump ik even naar een andere paadje. Of jumpen. Je kan hem hier al zien. Hier achterlangs ligt nu ook een paadje. Dus dan gaan we daar even naartoe. Dat was al bedacht dat we daar. Staat hier ding aan of zo? Dat we daar liepen, maar dat was nog nooit bestraat. In de afwachting van de beplanting hier allemaal gedaan is. Ja, nu toch lichtwerk moeten doen, mogen doen. We hebben hier dit paadje. Dus ik kan hier zo nu opstappen zo. Heuveltje op. En slingerend heuveltje naar beneden. Moet natuurlijk nog eventjes inwateren met de regen. Maar dit is het overzicht. Nou, dat was het weer van deze week. En zie je graag de volgende week weer. Doei!